De tram is onderweg naar Schiebroek. Voor de halte Weena moet de bestuurder links voorsorteren. Het voorste gedeelte van het voertuig gaat ook linksaf. Maar door nog onbekende oorzaak gaat het achterste deel rechtdoor. De tram ontspoort en het middendeel botst daardoor tegen een bovenleidingmast. Het tramverkeer over het Weena raakt gestremd. Trams worden urenlang omgeleid en reizigers moeten, om op hun bestemming te komen, reizen vanaf andere haltes in de omgeving. Ik moet naar het ziekenhuis en ik moet tram 25, maar ja, ik moet nu aan de andere kant eind lopen. Ja. Wat gingen we doen in het ziekenhuis? Ik ga mijn kies uittrekken. Vervelend. Nu moet ik iets anders zoeken, want mijn auto staat in Hilversberg. En dan moet ik door naar Blijswijk. Sterkte met uw kies. Dank u wel, u ook fijne dag. Jij moest met de tram mee. Ja, maar gaat niet. Nee, waar ga je heen? Naar huis, ik kom van school. Dus ja. Een stukje omlopen nu? Of? Ja, bij het stadhuis kan ik hem pakken, een paar meter. Ik moet naar Schiebroek, naar huis. Ja. Nou ja, hij zag dat het daar komt, dus het zou dan geen probleem zijn, hè, hoop ik. Na een paar uur komen twee hijskraanwagens aan om de ontspoorde tram weer op de rails te zetten. Ja, de ontspoorde tram wordt weer in de rails gezet en zal daarna naar een remise worden vervoerd waar die ongetwijfeld gerestaureerd of gerepareerd gaat worden. Maar ja, hoe het nou heeft kunnen gebeuren, dat is nog steeds niet duidelijk. Want dat een tram er zomaar op een wissel uitloopt, is toch wel apart. Het lijkt erop dat de wissel spontaan is omgegaan. Maar of dat echt het geval is, blijft nog onduidelijk. De RET onderzoekt wat er fout ging en kan dus nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeluk. Rond 2:30 stond de tram weer op de rails. Daarna is het rijtuig naar de remise gebracht en konden de overige trams weer hun normale route rijden.